Dit is een kokosnoot yoghurt chutney. Die ben ik nu aan het afblussen met een mix van mosterdolie, mosterdzaadjes en chilipepers. De chutney zelf wordt gemaakt van verse kokosnoot. Die maal ik samen met groene rawitpepers, zoete neembladeren, een stukje verse gember, de yoghurt, een stukje limoen uitgeperst en wat zout. Dat doe ik samen in de blender of keukenmachine. Fijn malen, maar niet te fijn, want je ziet nog in de chutney wat grove stukjes van de kokos. Dat is ook lekker voor een goede bite. En vervolgens blus je het af met deze oliemix. De chutney is goed houdbaar in de koelkast. Doe hem goed in een afgesloten pot. En gebruik hem als bijgerecht bij je maaltijd of de snack.